Zie je maar, ben niet te bang om een uitdaging aan te gaan. Dat doen ze bij Speeltuin De Wieke, want daar kunt u eigenlijk gaan bewegen. Bewegen voor senioren. Normaal is een speeltuin voor kinderen, maar ook de oudere kinderen mogen natuurlijk in die speeltuin het een en ander doen. Vanaf vandaag gaan ouderen hier in Gemert-Bakel kunnen gaan bewegen in Speeltuin De Wieke. Er wordt zo meteen lesgegeven, we trappen zo meteen af. Misschien wil ik nog wel een keer van deze baan. Of ga ik toch iets anders kiezen? Bewegen voor ouderen, je wordt er alleen maar fitter van. Elke keer op het einde als je die voet op ijs hebt. Steek... We zijn er zojuist al met de introductie. Iets nieuws in Speeltuin De Wieke. Theo Saalmink als dorpsondersteuner, maar ook secretaris van Speeltuin De Wieke. Bewegen voor volwassenen. Ja, ja, maar dat is helemaal in. Hè? Iedereen moet meer bewegen, dus... Dat zijn wij ook gaan organiseren als dorpsondersteuners, maar ook in samenwerking natuurlijk hier met de wieken. Want hier is ruimte. En animo. Kijk, de muziek begint. Ja, ja, dan trap je af. Ja. Van waar deze keuze? Ja, we zagen het eerder in Helmond, dat mensen daar ook gewoon vrije inloop hadden in de speeltuin. En gezellig samen iets bewegen. En ja, dat is gewoon super. Ja, ja, maar dat bewegen, dat hebben volwassenen nodig? Ja, steeds meer en meer. De 65 is straks de mens van middelbare leeftijd, dus dan moet het gebeuren, hè? Ook nog steeds, ja. Maar doe je toch op de maandag ook al bewegen? Je wandelt toch op de maandag? Ja, maandagmiddag om 2 uur vertrekken we hier ook vanuit de speeltuin en dan lopen we 5 à 6 kilometer. Dus. Maar ook puur voor de gezelligheid. Mensen die alleen thuis zitten, die hebben gewoon behoefte aan ontspanning op allerlei terreinen. En ze zijn van harte welkom om mee te doen. Want zijn het alleen maar mensen uit Gemert type wachtwoorden? Voorlopig wel, ja. Ook voor dit item, maar ook ja, 's maandags morgens ook op de koffie. Mensen uit de buurt, maar uit heel Gemert komen ze wel naar ons toe, ja. Nou is de bedoeling dat dit een pilotproject is. Komen het een paar weken, dan eventjes rust, dan weer een paar weken en dan evaluatie? Ja, we gaan eerst 3 dinsdagmorgen om tussen 11 en 12 hier bezig. En dan kijken we hoeveel animo is. Nou, dat gaat, tot nu toe gaat het goed, want er zijn toch al 10 mensen bezig nu. En 3 staan er langs de zijlijn, dus nou, op zich is de eerste keer is het goed. Maar we gaan wel evalueren van, gaan we dit doorzetten? En dat gebeurt na 3 keer, maar het gebeurt ook na 6 keer. Tot dan toe is het gratis hier elke dinsdagmorgen in de weken. Dus, dus dinsdagochtend vanaf 1:30 tot 1:12, een uurtje lekker bezig zijn. Ja, ja, heerlijk bezig zijn. En als het weer slechter wordt, dan zoeken we een binnenlocatie. Daar krijg ik vanmiddag bericht over. Daar kunnen we van hieruit wandelend naartoe. Dus het gaat altijd door. Elke dinsdagmorgen van 11 tot 12. Noteer het in je agenda. Nou, bij deze gedaan. En Theo Saalmink moet als de wieden weer gaan sporten. Want ook die hoort tot dezelfde doelgroep. Ik moet gewoon meedoen en ik laat me niet kennen hoor, echt niet. Dus, en dat geldt voor iedereen. Iedereen moet komen.